Oké, freaking right boys. Today, vandaag, net een pakje opengemaakt. Die verwacht ik al voor een lange tijd. Dat is de Coolbloom Mail Department. Nee, dat is de Conrad, zie je. Zo, ja. En daar stelde ik dan, ja, ik had lang op wacht. Die had ik echt nodig, want die zat zo strak. Zo, ja. Die hadden we nodig. Oh, hele dikke vierkant. En of natuurlijk een doos met peanuts. Soms zit er heel veel in. En als het breekbaar is, dan stopt het heel veel in. Maar nou, is het anders. Peanuts! Peanuts! Zo, dat is klaar. En dan... ja, deze zou ik al met de karton department. Lekker in een fiksteek of zo, warm blijven bij het vuurtje. Dan, ja, en als het nou handig is, alle diesels gefilterd. Dat is eigenlijk smeerolie. Alles is gefilterd. Ik had was ik vergeten video van te maken. Ik had zoveel mogelijk diesel in die grootste potten. En had ik het laten staan. En onderhoek daar gewoon. En ik was een week op vakantie en al dat vochtige spul zat onderin. En het werd helemaal mooi helder in de bovenkant van de diesel zo. Ik kon met een pompje erin zo en dan kon ik al dat goede spul eruit halen. En dan in die andere potten doen. En dan had ik een fles goede diesel zonder dat vieze water erin. Dat injectors kan verpesten. En dan het watergedeelte gewoon weggegooid. Zo klein beetje zo. Dat is ergens dat er natuurlijk komt. Dus klein piepklein laagje diesel en de rest onder water. En, dat heb ik bij die andere flessen gedaan. Zo met zo'n Heva pompje. Eigenlijk boven in de fles neergepropt en dan opgezogen. En deze in de tank waar de goede diesel moet, waar geen water zit. En dan blijft het water over en dan gooi je dat gewoon weg. En dan heb je brandstof verrekt, gered, mijn zaak zou. Een nieuw filter is ook ready to go. Die staat al bij de trekker met gevulde olie. Van deze. Voor Kubota B2400 gebruik je 10W-40 zo. Dat is de juiste olie voor die. Er staat ook een serviceboek. Zo als je niet zeker weet wat je wel waar moet doen. Kijk eerst je serviceboek of de gebruikersmenu van je voertuig voordat je iets gaat doen überhaupt. En als je onder auto's kruipt, altijd een brilletje op, want er komt wel een stukje roest of modder naar beneden. Dat is heel ranzig zo. Je moet ook wat veilige slaaf hebben. En om de filter te vervangen gebruik je oliegrijptang natuurlijk. Wat geinig. Dat is een groot gat. Ik denk dat in mijn multi-range past. Wat de hel? Wat heb ik tunnel aan? In buikjesvorm, hey, freak sakes. In buikjesvorm gebruiken. Misschien helpt dat. Misschien werkt dat wel gewoon. Die is te klein. Mills department. Dat is ook te klein. Misschien de bougieplug, die past hem misschien op. De bougie. Voor bougies wissel ik een speciale range voor. Die is wat langer en die heeft een rubber in midden. Die kan niet de bougie zelf breken of beschadigen bij het verwijderen of installeren. Zo, dat is freaking handig. Ah, daar is die. Kijk, dat is maat 21. Kijk wat die erop past. Die zijn twee gemaakt voor elkaar, dat is 21. Oké, die gaan we dus gebruiken voor de oliefilterwisseling. Dat is een favoriet gereedschap pakken en we gaan naar de trek in oliefilter wisselen, denk ik. Want hier zijn we natuurlijk voor. Ik heb 2 weken gewacht op die tang.
Wat freaking iedereen gaat op januari sales hunt natuurlijk op de Conrad website. Zo. En als je de video kijkt en het is nog januari, pak even dikke kortingen. Want sommige alle huishandige producten kunnen wel 50% af hebben. Voor freaking besef, zoals een energiemeter. Ben je lekker aan besparen bij zet tot de producten ook wel 50% af zijn. Dat is wel freaking handig voor dat. Eens kijken of ik het vergeten was. Volgens mij hebben we niet. Nee, die bril is niet nodig. Ik heb niet onder de auto te kruipen, freak sakes. Olie zat wel in het nieuwe filtertje zo. Alleen de kist meenemen en kijken wat we allemaal nodig hebben. Hey, zorgen bij de trekker zelf heb ik hem lampen gezet zo. Dit keer zijn we niet onhandig bezig. Ah. Zo, hier heb ik de nieuwe filter gezet. Heel steeds wat in. Ik heb dat oude olie op die ring gesmeerd dat hij goed aansluit. Zo. Dat er geen bullshit hebben met lek. Met lekproblemen. En eens kijken of ik een werklampje eerst heb, want de motor zelf is niet erg goed belicht. Deze hele oude trekker heeft een stroomaansluiting van 220 voor al die lampen. Hey, deze was ik kwijt. Universal gear olie. Zo. De reden is dat het zo mooi gefilmd is allemaal dat de camera aan mijn hoofd vastgeplakt zit. En dat is een GoPro, maar dan anders. Dus een Sony camera, die is freaking beter met geluid en freaking stereo en al die andere belangrijke shit. Zo. Waar is de trap? Oh, daar is die. Boven is ook een lamp. Zo leuk. Leuk avond. Leuk kluseffect. Hij is ook in de zon in de middag. Daar zit nog geen bomen en daar zijn zonnepaneel zo. Als dat ding een paar maanden niet gebruikt wordt, blijft de accu lekker vol en dan wordt cheat. Geen gezeik meer met lege accu's. Zo, dat is pas een goede werklamp. Zo, daar is de oude pot. Ik had al wat gefringeld, vernegeld, geprobeerd met een andere tang, die past niet helemaal omheen. Zo. Allemaal stukjes verf zijn eraf en daar is die hard gaan roesten. Zo, die moeten dus eerst af. Hij draait nog een beetje vast, maar los gaat hij normaal niet. Dan hebben we deze voor. Zo, het schroefdraad. Schroefdraad en het rubber, dat smelt een beetje aan elkaar en dan ja, dat gaat het allemaal vastzitten. Het draait misschien een beetje, maar dan houdt het echt op. Dan moet je zo'n freaking handig tangetje voor hebben. Eens kijken. Moet hij niet zo? Waar moet hij zo, hè? Het is een hele kleine ruimte, het maakt enorm veel uit hoe die tang erop zit. Anders sloop je een andere slang die er in de buurt zit. Deze is helemaal gecustomized bij de vorige eigenaar, zo doe ik een beetje boos mee. Want het is een dikke ijzeren boog die er normaal niet zit. En het service menu staat hier niks over in dat hier een ijzeren buis zit. Hier hoort gewoon een rubberen buis de motor in te lopen voor de koelingswater. En er is ook een derde buis aan, die gaat de cabine in voor de kachel zo. Die modificatie is een beetje mislukt. Eens kijken, nee, dit is voor vastdraaien als het goed is. Dus voor open draaien moet hij zo zitten. Dit is de freaking klauw, freaking of zoiets. Ik weet niet hoe dit precies heet. Iets van freaking. Ah oh nee, moet wel die andere kant op. Ah, ben ik toch stom bezig. Laten we gaan draaien. Het verf springt eraf. Oh, daar gaat hij al. Oh, nou zit je van heel los. Ja, yeah, freaking right. Voordat de olie overal naartoe spuit. Ik had eerst een bakje neergezet. Waar heb je nou? Een oliedripbak. Want dat kon natuurlijk nog
Want dat oude olie wil je niet de natuur in laten lopen. Dan moet je recyclen bij het dichtstbijzijnde garage. Is met druppan. Zo. Ja, nou gaat hij soepel. Dan maak ik hem echt niet met de hand los krijgen of zo. Jakkie. Het is helemaal vol met van die kleine puntjes en andere bullshit en different things. En ja. Hier zit ook mijn normaal onderdelennummer. Maar bij mij is het een beetje weg. Hier zit het onderdelennummer. Zo even. Duidelijk een beeld probeert te krijgen. Dus 1, 5, 2, 4, 1, stipje. 3, 2, 0, 9, 0. Zo. 2, 0, 9, punt 0. Of het eind. Dat, die moet je dan hebben voor... Iets rekken in de kube. B2400. En dan vraag je dat onderdeel bij de garage. En dan kun je het voor je bestellen. En dan... Kun je het zelf installeren. En freaking scores. Nee, dat was niet meer nodig. Eens kijken of die nieuwe nou er makkelijk op gaat. Dat is de allereerste keer dat ik in. Er zit al degelijk wat olie in. Er zit half, iets meer dan half vol. Dan moet, anders gaat de motor droog draaien. Zo, ja. Lijkt dat hij veel heeft gelekt. Daar hoef je geen zorgen te maken. Dat is gewoon dat olie dat nog in de filter zat. En in het vak dat ik het al behoorlijk veel verzoling in heb zitten. Beetje richten, een beetje vernergelen. Gewoon blijven draaien en voelen. En dan als je blijft hangen, heb je het juiste schroefdraad. En dan kun je hem erop draaien. En freaking scores! Dit is mijn tweede video met POV, met first person review. Een hele vieze jas, omdat ik polig tegen die band aan zit. Ik had eigenlijk zo'n plastic ding erover mee moeten hebben. We gaan niet vastdraaien met die tang, want ja, dan gaat die beschermlaag weg en dan roest de hele boel kapot. Zo, wat een probeer zo strak mogelijk met de hand te krijgen en dan... Gaan de motor starten. Minstens 5 minuten laten te draaien de motor. En dan zet je hem uit. En dan ga je heel goed rond de filter kijken of die gelekt heeft. Dat is heel belangrijk. Want als je veel olie verliest, kun je de motor laten ontploffen. En dat is niet leuk als dat op straat gebeurt. Zo, je moet altijd je werk checken voordat je eenmaal iets belangrijks gaat doen ofzo. Of... Wanneer je überhaupt een rij natuurlijk. Zo, hier. So freaking right. Hier is de accu-sleutel in. Ga ik even starten. Kijken of die lekt. En dan het cheat. Stoofpijp. Korter. Hij past er wel op, geloof ik. Oh, dat is nog op slot. Binnenkort heb ik ook belangrijk werk op een andere auto. De auto van mijn ouders. Zo, die heeft behoorlijk wat roest op de onderconstructie. Zo, dat is helemaal niet leuk. Zo, dat moet allemaal geschuurd worden, geprimed en freaking... En er moet dan weer nieuwe constructieolie, constructieverf op, chassisverf. Het is behoorlijk giftig en ik heb de maskers er nu voor, zo die moet ik er nog bij kopen. En de juiste procedure, heel belangrijk. Eens kijken of er niks in de buurt zit. Check of die housing goed... Ja, dat wordt ook strak erop voor mij.
Ik weet niet of dat hoort, maar ik kan je van een beus piepen. Ik weet niet wat dat nou is. Wat een beter. Anders dan normaal. Oh, waar is die lamp? Ja, klinkt wel erg anders dan normaal, moet ik zeggen. Even checken of die oliefilter schoon is. Hij klinkt zo nokkerig. Ik vraag me af of die een velf. Een velfafstelling moet hebben, want stiks is van het oude zo. In ieder geval hebben we geen meltdown. Hij klinkt misschien zo raar en grof omdat de kappen eraf zijn. Dat kan ook wel zijn. Zou we installeren alle zijkleppen. Zo, ik heb een beetje spijt van dat ik geen video heb van de oliewisseling, omdat ik er niet aan gedacht had. Zo, de volgende 60 uur dan komt er weer een oliewisseling, hoop ik. Zo, dat kan ik je misschien beloven. Ik kom hier alleen of die rook bij het starten. Ik kan eerst zien of het blauw is of zo. Ik moet iets van goed wit papier hebben om te zien of die olie verbrandt. Blauw, volgens mij. Hier is wit. Blauw volgens mij. Ziet het wit ervoor, zet de keuze niet op een uitkomst. Hopelijk verbrandt hij geen olie, dat zou niet leuk zijn. Ik wil zeggen dat de slingerbanden een beetje versleten zijn. Eigenlijk. Misschien wat die lamp er staat. Gewoon koud te zijn of zo, ik weet niet. Normaal blaast hier heel weinig rook. Nou is het onzichtbaar. Misschien heb ik nooit de cold start smoke gezien van dat ding, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, dan gaan we checken of de olie lekker zijn bij de filter die we geïnstalleerd hebben.
als je beginner bent, is ook wel om de dipstick wat vaker te bekijken of het level goed hoog is. Dan weet je zeker dat je in de kostelijke meltdown kunt komen. Ik heb geen doekje, dus dan moet ik even halen. Je zou je vast aanvragen waarom wordt niet gered en allemaal in een stuk zo. Dan krijg je direct tot de point gekomen. De reden is vrij simpel. Ik heb alleen een mobieltje die ik kan editen en die doet niet echt knippen of zo. Dus dan krijg ik helemaal in losse scènes. En op PC, ja, dat is te veel gezeik en zo. Ik wil het gewoon mobiel houden en zo. Freaking me sack. Daar is die. Zo, dat makkelijker is om video's te loaden en zo. En freaking me sack. En ja. Yeah. Olie-meting is trouwens meer duidelijk als je de motor net even aan hebt gehad. Het is keurig op level. Gaat precies als streepje hierboven. Zo. Ik heb precies 3 liter erin gestopt de laatste keer. Nothing wrong there. Safe operations here. Heel weinig goed uit de laatste cel. Olie verbrandt die volgens mij niet. Nou, waar komt er nou niks uit? De onderkant van de filter moet wel een soort van druppel contraption komen en dan zie je dat die lekt. Ja, deze is goedgekeurd, denk ik. Zo, dat was de complete olie service van de laatste video. Ik denk dat het beste nou, hè, met die freaking capcam. Ik had de capcam, omdat hij op pethoogte zit. En ja, Kormsels piepers, kijken of die band goed strak zit. Ik kan volgens mij een beetje afstelling gebruiken, die band. Die freaking dynamo band. Oh fuck, al van die al die groen stukken zullen er een. Kom op. Alright. Wat is de maat van het ding hier? Ik denk 13. Het is meestal 13 op die dingen. Nou, dat is deze niet. Dertien is te groot. 12. Het is nou nog koud zo. Het is nou veilig om te doen. Die band strakker maken. De meeste auto's hebben automatische spanningsregelaar met veer en zo. Maar deze heeft nog een ultimate. Deze heeft nog een dynamo die je heen en weer kan schuiven. Iedere 300 uur of zo. Bij operation. Oeps.
Ik voel de warmte een beetje om het uitlaat. Steeds een beetje los misschien. Het is moeilijk om dat ding strak te krijgen. Hier moet je met 10 kilo aan trekken of zoiets. Staat in het boekje en dan vast te hangen. Dat is een beetje onduidelijk. Ik heb helemaal geen meter om dit precies goed te doen. Zo. Ik kan beter gewoon met één vinger op die band drukken. En als het een beetje naar beneden gaat met je vinger, dan is dat juist strak afgesteld. En ik druk het op met één vinger. Als hij heen en weer makkelijk gaat, ik loop niet op het risico dat de balassen kapot gaan draaien die in de dynamo zitten. Het is zo koelingsafhankelijk. Als deze stuk gaat, dan heb je geen koeling meer, want de waterpomp zit eraan verbonden. En de ventilator. Daarmee heet de ventilatorband. Nou, de verse olie, dat kun je de motor heel makkelijk omdraaien met de hand. Zo, dat is het goede van de trekker, minstens één keer per maand inschakelen. Omdat hij dan lekker geolied blijft en niet stuk gaat onder de vocht. Dat kruipt in de cilindermuurtjes. Nou is hij best wel strak en niet al te strak zo. Misschien piept hij dan minder. Zo, service overview. Ventilatorband afgesteld. Nieuwe oliefilter. En nieuwe olievloeistof. Nu hier tot zitten kunnen we. Buiten is koud, zo, deze mag open. Nu de tos zijn, kunnen we de koelingslevel controleren. Het is mooi zichtbaar, goede kleur nog. Geen troep. Kijk, als de zonnepaneel goed aangesloten zit nog. Plus zit hier, de min zit ergens bij die schakelaar. Terwijl het hier niet in de weg zit. En geen muizenresten. Mooi. Klep kunnen het weer op. En job done for the day. En ik denk dat het een werkje was voor 2 biertjes. Ja, ik denk dat. Nee, 1 bier. Ik heb 1 uur gewerkt. Dus ik was 1 uur met hout bezig, ja, achteraan nog. Een beetje verzamelen van het snoei. Wat er gesnoeid is een paar dagen geleden. En. Ja, ik denk dat het al een 2 biertje op is. Maar dat is een uurwerk, zo. Ieder uur een biertje. Zo werkt het hier. Ah nee, dit is een gebroken, wat vriest. Hij gaat weer lekker bij de accu. Deze moet er goed zijn. Het lijkt niet veel meer op de accu, dat rond die plaat erboven zit. Hier is het regent, wordt die accu nat als dit ding weg is, zo. Voor de volgende daar nog vragen wat. Hier gaat hij terug naar de werkplaats voor fire hazard. Zo, deal service department. Landfill till, signing out. Even een goede dag of een nacht. Waar je ook zit. Het zelf kan doen. Als je het zelf doet, luurt natuurlijk op je risico. Ik heb natuurlijk geen afsprakelijkheid. Zo. Als je dit zelf doet, moet je natuurlijk wel weten wat je een beetje weet wat het doet. Je moet niet compleet nerdloos beginnen naar auto's. Begin eerst.
de research op de YouTube, hoe mensen het doen die beter uitlegden misschien dan ik. En probeer een dagje te besteden bij een garage of zo. Vraag of je daar rond mag kijken en zo. Video's mag maken. En vragen stellen over wat ze doen en wat ze van plan zijn. En met van plan zijn voor een bepaalde oplossing voor een voertuigprobleem. Of gewoon standaard onderhoud, wat het inhoudt bij een voertuig. Wat je moet doen bij verschillende kilometerstanden of uurstanden. Want dit is een werkvoertuig, zo dat gebruik uurstanden. Zo, bij iedere 50 uur is er oliewisseling. Bij iedere 100 uur is de bandenspanning check en ventilatorbel check. En een heleboel andere dingen. En bij de 200 uur, zo gaat het door tot met 400 uur. Plus 400 uur, dan heb je de jaren. En iedere 3 jaar check je de batterij en moet je vervangen worden soms. Maar het is een AGM, die kunnen wel 6 jaar leven of zo, of 10 jaar. Hele goede batterijen zijn dat. Zo zit je ook in een vochtige omgeving. Freaking batterijen gaan alsmaar dood in je auto. Of er staat alsmaar een lampje ergens te branden waar je niks van weet. Je weet waar je moet zijn. Air to Car Guy of mijn kanaal. Peace out.